Luisteraars, kijkers van Majesty Christen Televisie vanavond. Ik zijn we weer om, u, om dienstbaar te zijn. Het is een avond waarin het is koud, maar warm van binnen. Ik wil een zegen vragen om het woord vanavond. Wil ik het hebben over het, de gelijkenis van een zaaier. Maar tegelijkertijd ook spreken over het zaad dat in uw hart gezaaid is. En of het zaad dat gezaaid is in uw hart ook vrucht draagt. En we gaan een zegen vragen dat de Heer vanavond u mag zegenen en u mag bemoedigen met het woord. Vader, ik wil u danken voor dit heilige woord dat uit de troon van God komt. Om een ieder die zit te kijken of te luisteren naar het woord, dat u mag ontvangen een stukje brood, dat stukje watgene wat u nodig heeft. Om te ontvangen van die levende God. En dat het ook vrucht mag dragen deze avond. Open uw hart. En er is een rijke zegen in het woord. Om u te bemoedigen. Om u te verkwikken. Om u te herstellen. In die machtige naam van Jezus. Ik wil spreken in Matthäus vanavond. Ik ben namens Rinja Zweep. Vanuit Majesty Christen Televisie Netwerk. Ik bid en ik verwacht ook dat u uw hart wil openstellen. Dat wanneer u zo bemoedigd bent, dat u kunt bellen naar 020-33-74-160. Dat u uw verlangen mag uitstorten. En dat als u een gebed nodig hebt, ben ik ook hier om met u samen te bidden. En u wordt rijkelijk gezegend in die machtige naam van onze Heer Jezus Christus. En u hebt misschien vaak gehoord of misschien nooit over het woord wat de Heer Jezus sprak. De gelijkenis van de zaaier. En dan staat er hier op nummer 13. Op de dag ging Jezus het huis uit en hij zat bij de zee. En vele scharen vergaderden zich bij hem, zodat hij in het schip ging en daar nederzat. En de gehele schare stond op de oever. En hij sprak tot hen in vele dingen in gelijkenissen. En hij zeide: zie, een zaaier ging uit om te zaaien. En bij het zaaien viel een deel langs de weg en de vogels kwamen en aten het op. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had en terstond schoot het op, omdat het geen diepe grond had. Maar toen de zon opkwam, verschroeide het en omdat het geen wortel had, verdorde het. Een ander deel viel op de dorens en de dorens kwamen op en ze verstikten het. Een ander deel viel in goede aarde en het gaf vrucht deels 100, deels 60, deels 30. De Bijbel zegt, wie oren heeft die horen wat de geest zegt. Of wat die horen, wie oren heeft die horen. En dan staat er verder. Wat ik u wil zeggen hiermee. Ik zal u straks verder uitleggen hierover. De gelijkenis van de zaaier. Dan zien we waarom spreekt Jezus hier over een zaaier. Hij zelf is de zaaier. En in die hoedanigheid dat hij sprak, dan zegt het mij, hij kwam uit een huis en hij zat bij de zee. Ik denk hij komt uit een huis en hij zat daar te relaxen. En de Bijbel zegt, een grote schare, een enorme schare, was rondom Jezus. Waarom? Het woorden van leven en woorden van kracht. En deze schare was zo groot. En aan de hand van deze schare begon hij te spreken in gelijkenissen. Dan spreekt hij hier zo over het zaaien. Want hij weet, al die mensen die rondom hem waren, hadden allerlei gedachten over hem. Al die scharen die daar waren om te ontvangen van hem, hadden verschillende hartgesteldheid, is het juiste woord. Hun hartgesteldheid was, iedereen was verschillend. En hier wil ik iets uitbeelden van die scharen die rondom hem was. Dan sprak hij hier in gelijkenissen. En deze gelijkenissen, dan spreekt hij dat ze nu kunnen begrijpen waarover hij het heeft.
Terwijl hij wist dat velen die rondom hem waren, niet helemaal met hem eens waren. Bijvoorbeeld, de fariseeërs, die waren rondom Jezus iedere dag. De schriftgeleerden waren rondom Jezus. Ook de oudsten, ze waren steeds op de loer op wat hij aan het doen was. Of hij overeenkomstig was met de wetten van Mozes. En noem maar op. De fariseeërs, dus die hun hartgesteldheid was ook totaal anders dan de overige menigte. Dus je ziet, ze kwamen niet om te ontvangen van Jezus, maar ze kwamen daar om te bekritiseren. Dan gaat hij uitleggen, dus hij legt hier uit als een saaier, een exempel, dan zegt hij hier zo, een saaier, maar hij bedoelt zichzelf. Hij zaait het woord, en in welke grond valt hij? Hij zaait het goede woord, het zaad is het woord, hij zaait het, maar dan legt hij hier uit, in welke aarde valt het? Valt het in goede aarde, valt het in slechte aarde? Dan gaat hij hier verder. Dan geeft hij een uitlegging van de saaier. In nummer 18 staat er geschreven: gij nu, hoor de gelijkenis van een saaier. Hij zegt, bij een ieder die het woord van God hoort en het niet verstaat, komt de boze en hij rooft het uit het hart. Dat gezaaid is. De langs de weg gezaaide. Dan wil ik hier even stilstaan. Bij het zaaien langs de weg. Wat ik wil net uitbeelden van die type harten. Waar het gezaaid wordt. Dan spreek je hier zo. De langs de weg gezaaide. Die het woord hoort en niet verstaat. De Bijbel zegt. Hij hoort het woord. Hij hoort het. Maar hij verstaat het niet. En als hij het niet verstaat, wat doet de boze? De boze komt heel gauw. Hij rooft het uit je hart. Opdat je niet kan geloven wat er gezegd wordt. Dat je je genezing niet kan ontvangen. En dat je niet tot bekering komt. Dat je niet behouden wordt. Het beeld van de langs de weg gezaaide harten is iemand, het hart dat verdeeld is. Het hart dat niet volkomen is gericht op Christus. Het hart dat bezig is met andere dingen. En niet alleen dat, is een hart dat twijfelt. Een shopperhart. Iemand die zegt, nou, ik kom eventjes horen wat hij zegt. En niet alleen, het hart dat komt met een houding. Een houding van, ik ga een exempel geven. Jezus komt uit Nazareth. En in Nazareth, daar kwam hij in zijn eigen stad, de stad waar hij vandaan komt. In Nazareth bracht hij daar het evangelie. En de mensen in Nazareth, in Capernaum, die hoorden naar Jezus, maar ze accepteerden hem niet. De Bijbel zegt het zo mooi. Ze zeiden, is het niet die timmermans zoon? Hun houding, het hart tegenover het woord, was niet correct. De fariseeërs, hun houding tegenover de Heer Jezus was niet correct. Dus je ziet, het zaad van Jezus, het woord, kon geen plaats vinden in het hart van zijn stadsgenoten waar hij vandaan kwam. De fariseeërs, de schriftgeleerden, de oudsten. Het woord had geen ingang, omdat ze hem in hun hart bekritiseerden. Het hart was niet open voor hem, omdat hun houding tegenover Jezus niet correct was. Want ze zagen hem niet als de Messias, ze zagen hem niet als de Zoon van God, ze zagen hem als een timmermanszoon. Je ziet je houding, hoe je tegenover het woord staat. Is het vandaag de dag, mensen komen in een kerk en ze kijken, wie staat daar te prediken? Is het niet die persoon die gescheiden is? Is het niet die man die dat en dat en dat en dat gedaan heeft? Is het niet die vrouw die dat en dat en dat is geweest? Men begint alvast naar te kijken wie je bent. En daar bekritiseren wie je bent. En dan, als het niet genoeg is, en dan gaan ze de boel opsteken. En die persoon die daar zit, die ontvangt niets en dan ook niets. Het hart is bedekt. Gods woord vindt geen ingang. Dat is de langs de weg gezaaide hart. Ik ga weer verder. Dan zegt hij, de steenachtige plaatsen gezaaide is hij die het woord van God hoort en terstond met blijdschap ontvangt, maar er is geen wortel genoeg. Doch is iemand van een ogenblik, wanneer echter de verdrukking komt
en om terwille van het woord hij terstond ten val komt. Een volgende persoon, dan zien we wat de Bijbel zegt. Het volgende harttype, die Bijbel zegt het is steenachtig. Met andere woorden, dan staat in Lucas 8 vers 6, dan zegt de Bijbel er is geen vocht genoeg om wortel te schieten. Het beeld van deze type hart is het beeld van een ongelovig hart. Het hart dat hard is, verhard is, gevoelloos. Het is nooit tot bekering gekomen. Het heeft nooit tot berouw gekomen. Een steenachtig hart is wat een Jesaja 5 vers 1 en 2 zegt. Die wijngaard, de Heer vergelijkt Israël. Hij kocht een wijngaard en hij moest hem omspitten om alle stenen uit te halen. En precies zo, het hart heeft God. God krijgt geen ruimte om die stenen te spitten, om te kunnen zaaien hoe hij wil. Omdat het hart is zo verhard, dat men nooit tot bekering is gekomen. Men heeft nooit berouw gehad. Men hoort het woord wel, maar het vindt geen toegang. Omdat er nooit berouw is geweest. Er is nooit dat men is nooit tot één keer gekomen. In het beeld van die verloren zoon. Toen die verloren zoon tot één keer kwam, toen hij tot berouw kwam, stond hij op en hij keerde terug naar het vader. En toen kon hij ontvangen wat hij gemist heeft. Zolang het hart niet tot één keer komt, zolang het hart niet tot berouw komt, tot besef komt wie God is, hoe belangrijk het woord is voor hem. Zolang het hart ongelovig is, kan het niet ontvangen. Een ongelovig hart, het is iemand, de Bijbel zegt, is iemand van het ogenblik. Wanneer verdrukking komt, dan laat hij alles gauw liggen. Hij heeft nooit zich geoefend in het woord. Hij heeft nooit gezeten om te zeggen, Heer, ik wil ook eten van uw tafel. Hij heeft nooit zelf gegraven in het woord. Hij vindt het heerlijk dat hij zelf met een paplepel gevoed wordt. Als ik maar kan ontvangen, je komt in de kerk en je ontvangt elke zondag het woord van God. En je zegt, ja, je neemt het aan. Iedere zondag kom je naar de kerk, je ontvangt het woord, je eet het woord. Je bent zo blij, je hebt ontvangen, je bent gezegend. Oh, het was een gezegende dienst, ik heb lekker gegeten. God was in ons midden, je vond het zo gezegend. Maar het is, als je niet zelf gaat eten, als je niet zelf gaat drinken, als je niet zelf gaat zitten om te genieten, dat God diep het woord moet, dat woord van God moet diep in de aarde vallen. De Bijbel zegt ook, op die steen. De Bijbel zegt het zo mooi, het zaad is op die steen. Het zaad valt op die steen, omdat daar zo, die stenen hart heeft nog niet, dit is het beeld van die bedekking van het hart. Het hart die nog nooit, die zegt, Heer, ik ben een verloren zondaar. Ik ben verloren zonder u. Dus je ziet, uw houding, uw verlangen naar God, die echte verlangen naar God is er niet. Het is, naar de kerk gaan is voor u een traditie geworden. Een traditie, een systeem, ik hoor erbij, ik moet naar de kerk gaan, want het hoort erbij. U voelt zich lekker in de kerk, u voelt zich plezierig in de kerk, maar u ontvangt, u kunt niet veranderen, dat u kunt geen vrucht dragen. U kunt geen vruchten werpen, omdat het woord van God in uw hart geen ingang vindt, omdat u niet God de kans vindt om te kunnen graven, om te kunnen spitten. Je moest omspitten om al die hardheid van u weg te nemen. Om het oude leven dat u zo belemmert, dat oude mens, om het op te scheppen, dat God zijn beeld, zijn image in u kan graven. En dat is de mens waarop, dat is het hart dat op de steen gezaaid is. Dit hart heeft nodig om tot bekering te komen. Dit hart moet wederom geboren worden. Dit hart moet berouw hebben. En het volgende type hart, zegt de Bijbel. De Bijbel zegt hier, die in de doornes gezaaide, is hij die het woord hoort. De Bijbel zegt, en ieder hoort het woord. De hele wereld hoort het woord. Niemand kan zeggen, ik heb het niet gehoord. God geeft de wereld, iedereen een kans om het te horen. Gelegen of ongelegen, je hoort het woord. De Bijbel zegt hier zo,
die in doornen gezaaide is hij die het woord hoort en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom en de lusten. En de lusten des levens. Oh, hoort u dat? De lusten van het leven verstikken het woord van God. Ja, u hoort het goed, ja. En wat wil God hiermee zeggen tegen u? Het is een hart. Het is een harttype dat een onstandvastig hart. Een hart dat ontrouw is aan God. De Bijbel zegt, spreekt Jezus over, in Lucas 13 zegt hij, geen mens kan twee heren dienen. Het is of God of je mammon. Vandaag de dag kunnen we zien hoeveel tijd deze mensen komen. Ze horen het woord van God. Maar het blijft bij het horen. Misschien één keer tot bekering geweest. Maar de rijkdom van deze aarde, die heeft meer invloed dan het woord van God. De rijkdom, die lusten die hem zo bevangen heeft, die heeft meer ruimte dan voor het woord van God. Het woord van God vindt geen gestalte in hem. Paulus zegt het zo mooi in 1 Korinther 6, zegt hij, bij u is er weinig ruimte. U bent van binnen eng. Het woord van God vindt geen ruimte, omdat u de zorg van deze wereld zo intensief beleef. Uw bezorgdheid, de rijkdommen van deze tijd, waarmee u zo aan verbonden bent, verknocht bent. Die lusten die u zo bevangen houdt. Vandaag de dag kunnen we zien in 2013. Hoeveel gelovigen bezig zijn met de eeuwigheid. Hoeveel gelovigen zijn bezig met de eeuwigheid. We denken niet eens aan de eeuwigheid. We zijn bezig te vergaren. Onze rijkdom. Die lusten van de wereld die ons zo bevangen houdt. Veel kinderen Gods die struikelen. Die struikelen doordat ze de duivel ze misleidt. Ze verzocht worden. Met geld. Met vrouwen, met mannen. Heel veel buigen voor het woord, als ze bijvoorbeeld het geld, is alleen, de Bijbel zegt, het is werken en werken en werken en werken en werken en werken. En vergeten één ding, zich te verlustigen in het woord van God. We kunnen genieten van deze wereld. Maar hoeveel tijd spendt u door met God? Hoeveel tijd brengt u door met God? Hoeveel tijd brengt u op uw knieën door? Hoeveel tijd hebt u met God deze dag doorgebracht om te zeggen, Vader, ik ben u zo dankbaar dat u me deze dag hebt laten zien, uw zonlicht. En wat ik zo bijzonder vind, weet u, als we kijken rondom ons heen in Amerika, zelf veel mannen God struikelen, omdat de vijand weet dat ze weinig doorbrengen. Er is meer tijd voor genot dan voor God. Meer tijd voor genot dan voor God. Je ziet in de televisie, de media. De media steelt alles van God. De media is zo populair als een gouden kalf van deze eeuw. Die gouden kalf deze eeuw is wat Aaron zegt. Aaron zegt, de hele wereld is in de macht van de boze. De wereld is in de macht van de boze. Net als Aaron moest een gouden kalf voor het volk maken, waar ze zich konden vermaken. En de duivel heeft vandaag een grote vermaak voor ons gemaakt. Die televisie, die computer, die internetten, onze Facebook. De vijand heeft zoveel vermaak voor ons. Hij heeft ons een fopspeen gegeven. Opdat we zo weinig kunnen doorbrengen met die levende God. En als de duivel een keer vindt deze dag, dan breng hij ons ten val. Dan weet hij, hier is nog een keer, ik kan je ten val brengen. Vooral mannen Gods vandaag, hoe ze vallen in zonde, in onreinheid. Zo weinig tijd. Jezus is het voorbeeld voor ons. Die dagen en nachten, de Bijbel zegt, overdag was hij aan het onderwijzen. Hij leerde ze in de synagoge, maar de nachten bracht hij door op de berg in gebed.
Jezus was een man totaal van gebed. Vandaag zijn er weinig Jezussen op de aarde die weinig doorbrengen met gebed. Dat de Bijbel zegt, ik berg mijn woord in het hart, opdat ik niet kan zondigen. Als u Gods woord bergt in uw hart, kunt u niet zondigen. En je ziet vandaag hoeveel mannen Gods struikelen. Yes. Doordat de vijand weet het, hij zet meestal een vrouw op hun pad om te vallen. En hoe vaak vele mannen Gods vandaag gaan scheiden. En scheiden. En het heel normaal vinden. Het is niet normaal. Omdat ze niet wakker zijn. Niet waakzaam zijn. Het gebedsleven niet leiden zoals God het zou willen. Lieve mensen, het is de tijd aangebroken. Ik weet iemand. Het was een vrouw. Die Paulus in Handelingen 16 vers 4. De Bijbel zegt. Er kwam iemand. Paulus had een samenkomst. Een drukke samenkomst was daar. Misschien honderden mensen waar Paulus sprak. En er zat daar één persoon. En die vrouw heette Lydia. En weet je wat de Bijbel me leert? De Bijbel zegt tegen mij. De Bijbel zegt mij vanavond. God zag het hart van Lydia. Ze kwam met een verwachting. Lydia kwam met een verwachting. En God opende het hart van Lydia. God opende het hart van Lydia. Omdat ze kwam met een verwachting. God zag het hart van Lydia. En als mensen naar de kerk komen. God ziet het hart wanneer hij zit te luisteren naar de prediking van die voorganger. Vanavond, die prediking van vanavond. God ziet je hart. U mag twee dingen doen. Bekritiseren ze. Waarover heb je het? Je kan zeggen, Heere, ik wil ontvangen wat die vrouw zegt. Want ze spreekt de waarheid. Ik spreek niets buiten mezelf. Ik spreek aangaande Gods woord. Als God je hart niet opent, als God je oren niet opent, kun je niet ontvangen. Je ziet in Lucas 24, dan zag je de Heer Jezus daar zo. De discipelen waren zo, hun verstand was dicht. Ze konden niet zien, ze konden niet begrijpen wie Jezus was. De Bijbel zegt, als Jezus hun verstand niet had geopend, konden ze de schriften niet verstaan. Als Jezus de ogen van die Emmausganger niet had geopend, konden ze Jezus niet zien. Het is Jezus die je ogen moet openen om te kunnen zien. Het is Jezus die je verstand moet openen om te verstaan deze boodschap. Het is Jezus die het verstand opent om de schriften van God, om het woord van God te kunnen begrijpen. Je ziet het laatste wat ik wil vertellen, wat de Bijbel zegt. Hij zegt hier, dat zegt hij verder, de in de goede aarde gezaaide is hij die het woord hoort en verstaat. En die ook vrucht draagt en oplevert. Je ziet u. Dan zegt hij niet meer op de rots, op de doornen. Je ziet erop. Het woordje op moet je opletten. Waar is Gods woord bij u gezaaid? Is het gezaaid op de doornen? Dat u vol bent van uw rijkdom? Vol van uzelf? Vandaag, 2013, we zijn vandaag vol van onszelf. Vol van onszelf. Misschien geen distels, misschien geen doornens, maar we zijn vol van onszelf. Als het maar om mij gaat. Ik heb het, en ik weet het, en ik kan het, en ik doe het alleen. Onder ik-tijdperk 2013. En die ik-tijdperk kan het woord van God niet verstaan. Het ik-tijdperk kan God niet begrijpen. Het woord van God is gevallen op je ik. Omdat ik en dat ik en dat ik het ben. Maar de vierde type, het is het hart die God zoekt en waar God verlangt. Het vierde type hart is de aardige zijde. Prachtig, hè? De in de goede aardige zijde. Oeh, wauw. Wauw. Niet meer op, maar in. Let je op, niet meer op, maar in. De in de goede aardige zijde is hij die het woord van God hoort en verstaat en doet. Hij die het woord ontvangt. Hij hoort het, hij verstaat het en hij doet het. Hij volhardt en volhardend en hij bergt het op in zijn hart. Wauw. Hij bergt het woord in zijn hart. Geen mammon, geen lusten, geen ik, niets kan hem tegenhouden. Maar hij bergt het woord van God in zijn hart. En wat hij opbergt, net als hoe Lydia het woord bergt in haar hart. En het vrucht draagt
En wat doet hij ermee? Hij gaat volharden daarin. Hij volhardt in het woord, halleluja. En dit type hart is een hart dat onverdeeld is. Is een onverdeeld hart. Een hart dat volkomen op God is. Het hart dat Gods woord bewaart. Psalm 1 zegt, welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet zit in de kring der spotters, maar aan des Heeren wet zijn welgevallig heeft. Diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Wauw, 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 wauw. Bent u die kandidaat? Die Gods wet, die Gods woord overpeinst bij dag en bij nacht. En die Gods woord, en dan zegt hij de Bijbel zo mooi, die God van ganser harte zoekt. Hij zoekt God van met zijn hele hart. Zoek hij God. Niet een beetje verdeeld, geen verdeelde hart. Hij is lust in de wegen van God. En God heeft ook wel gevallig aan het woord van God. En ik weet je wat ik zo beter ik zo bezig was? En weet je aan wie ik dacht? Ik dacht aan die man David. En God noemde hem een man van mijn hart. O God, ik zeg Heere, ik kreeg tranen in mijn ogen. Ik kreeg tranen in mijn ogen waarom God sprak. Een man naar mijn hart. Het was een man die God zocht met zijn hele hart. Die man zegt, Heere, ik zal niet sluimeren, ik zal niet slapen, totdat ik u vind. David zocht God met zijn ganse hart. David, hij zocht God in met alles. David, hij offerde zichzelf. David, die ark moest bij hem blijven. David had lust in zijn God. David, hij kende zijn God. David, hij sliep met zijn God. Hij stond met zijn God op. Als deze man was als God. Ik zeg, Heere, niet zomaar heb je gezegd. U hebt geen fout gemaakt. U hebt gezegd, een man naar mijn hart. En vandaag zoek God ook. God zoekt naar mannen en vrouwen. God zoekt naar mannen en vrouwen. Naar Gods hart. Niet naar een man of een vrouw die het verdeeld hart heeft. God wil geen verdeeld hart. God deelt zich, zegt, ik deel mezelf met niemand. Ik deel mezelf met niemand. Je geeft me of je geeft niet. Je geeft je helemaal aan God of je geeft niets. Geen half en half. Half gebakken. Je komt helemaal, dat hij je helemaal reinigt en je helemaal zuivert. God zoekt vandaag naar de Davenisten. Naar de Davenisten. God zoekt naar hun. Een onverdeeld hart. Een toegewijd hart. Een volkomen hart. Een hart dat God volkomen vertrouwt. Een hart dat God begrijpt, dat God verstaat. Een hart dat zijn God kent. Een God dat God zoekt met alles. Net als koningin Esther zegt, kom ik om. Ik geef alles aan u, vader. Ik geef mijn hele wezen aan u. Ik geef mijn hele ringen aan u. Ik geef alles wat ik heb. Ik hou niets achter. Net als die twee, Ananias en Safira. U ziet een hart. Ze hadden een verdeeld hart. Ze hadden een verdeeld hart. Want ze kwamen bij God. En Petrus zegt, waarom bedrieg je de Heilige Geest met je hart? Waarom bedrieg je de Heilige Geest met je hart? Je hart is verdeeld, man. Ananias en Safira kwamen met een verdeeld hart bij God. En dat was een dood, dat was een val. En vandaar, vele mensen komen bij God. En waarom ze geen vruchten kunnen dragen? Ze kunnen geen vruchten dragen, omdat het hart verdeeld is. En wilt u vrucht dragen, kom met een volkomen hart. En vanavond is uw avond. Overdenk het. Overdenk deze boodschap. God wil u geven de wensen van uw hart. Als u komt met een volkomen hart. Heer, ik zegen alle luisteraars, alle kijkers. Heer, dat ze nauwkeurig nagaan. Nauwkeurig. Waarop is mijn hart? Wat is in mijn hart? Is mijn hart op de goede plaats? Is Gods woord gezaaid op doornes, distels, op steenrots, langs de weg? Waar is Gods woord gezaaid? Heer, ik bid dat het ruimte mag vinden. Heer, wek hun hart op. Dat ze kunnen vinden rust in u. Want wanneer uw woord komt, dan vindt het hart ook de rust en de vrede van de levende God. Wees gezegend. Wees gezegend vanavond. Ontvang de liefde en de vrede en de genade van de Heilige Geest. Amen.